Ja, Rens, daar ligt daar je masker. Yep. Ja. Ja, dat is hem. Ja, we herkennen je even niet, alle gekker op stokje, maar hoe is dat met zo'n ding spelen? Om eerlijk te zijn, naar omstandigheden is het perfect, maar ik raad niemand aan om zijn neus te breken en met masker te moeten spelen. Het is niet ideaal, logischerwijs, maar ik moet zeggen dat de kwaliteit hedendaags zo goed is dat ik er geen last van heb. Nee, want dit wordt voor jou dan... Is het je debuut in Europa? Nee. Huiswerk. Ja. Ga maar schaven. Ja, nee, ik vraag jou gewoon. Nee, ik heb mijn debuut überhaupt in profvoetbal was in de Champions League met PSV. Hoog moment om in te stappen. Mooi dat ik mijn carrière op een dermate manier heb weten te vervolgen. Dat ik er nu op mijn 28e verjaardag weer sta. Dus in dit geval de Europa League. Maar blij dat ik deel kan nemen. Ik heb 3 jaar geleden hier ook toevallig met AZ. En waar iedereen het over had, dat het gras heel droog is en dat het heel snel losgetrokken wordt. Ik zie het nou ook een beetje. Is dat lastig? Dat is een omstandigheid. Ze zeggen altijd heel mooi, heeft tegenstander ook last van. Dus daar mogen we in ieder geval niet achter verschuilen. En het veld ligt er niet heel ideaal bij, moet ik zeggen. Na eerste training, anders waar we gewend zijn als Nederland, maar is logisch met deze temperatuur. Het is aan ons om daar het beste van te maken. Ja, is het een afgang als jullie hiervan verliezen? Ja. Een helder antwoord. Ja, nou ja, we zijn hier om te winnen. En ik denk dat we met onze kwaliteit dat het afgang is als je niet resultaat had hier. Zeker met een 1-0 voorsprong. Ja, John van der Brommen, trainer, die zei van... Ik verwacht eigenlijk dat zij zich wel weer in zullen graven. Dat ze weer verdedigend gaan spelen. Hoe kun je met ze dan winnen? Hoop op een counter. En als wij dat niet goed doen, dan geven we de tegenstander daar gelegenheid toe. En het is aan ons om te zorgen dat dat in ieder geval niet lukt. Nee, hoe ga je dan die wedstrijd in? In ieder geval geen goal tegenkrijgen. Heel makkelijk cliché, maar dan gaan we sowieso door.